Hey allemaal, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen vandaag een nieuw potje Civilization 5. Civilization 6 is bijna uitontwikkeld, dus is bijna te kopen. En om die gaan we natuurlijk spelen, maar om dat gevoel vast een beetje op te pakken, nemen we even een rondje Civilization 5 mee. Is een tijd geleden, maar we pakken hem toch maar weer eens op. We gaan spelen 12 tegen 12. 12 grote landen, 12 city states. We zetten alles op random, dus het lot bepaalt waarmee we gaan spelen. We spelen op de King difficulty. Dat betekent dat de computer wat voordelen heeft ten opzichte van ons. En zoals gezegd, het lot bepaalt waarmee we gaan spelen. En dat gaan we nu zien. Indonesië, oké. Honor be with you, O great hero Gajahmada, prime minister of Mayapit, and unifier of the Indonesian archipelago. The stories of your heroism on the battlefield are bested only by the legends of your sworn oath. Goed, ik heb er nog nooit mee gespeeld, dus het belooft wat. De grote bonus is dat als ze een nieuwe stad stichten op een ander continent, en dat is dus vrij lastig, krijgt die stad een paar luxury items die ze nog niet hebben. Dus ja, dat belooft in ieder geval wat voor City Happiness, dat zal goed komen. Verder een paar individuele nieuwe units. Die heb ik nog niet gezien, maar die komen we vanzelf tegen. We beginnen uiteraard in Jakarta en gaan vanaf daar de wereld verkennen. Startplek ziet er prima uit. Lekker veel groen aan de rivier. Eigenlijk alles wat je wil. Bergen, bossen, katoenolifanten. Laten we beginnen met een monument. Choose research. Ik denk dat we voor de Great Library gaan. In het begin de gratis tech meteen oppakken. Want de computer heeft dus al een voorsprong. En die voorsprong moeten we niet te groot laten worden. Goed. Een beetje verkennen. Eerst dorpje. Lekker snel. Laten we hopen op wat faith of zo. Oh, daar doen we het ook voor. Perfect. Nieuwe starttech. Die is dan gelijk binnen. Nog één, dat gaat heel goed. Kunnen we gelijk het dorpje uitschakelen wat mij betreft. Extra population. We pakken wel mooi precies op wat we nodig hebben. Zetten we gelijk de aanval. Ja, laten we maar doen voordat we er straks last van hebben. Next turn. Even een rondje healen. Oh, dat doe het zo, vind ik ook prima. En dan waarschijnlijk nog één keer. En dan is hij vernietigd. Hebben wij daar geen last meer van. Prettig om in het begin daar gelijk even afstand van te nemen. Yes, daar gaat hij. Mooi. En natuurlijk een beetje cash. Ook niet onbelangrijk. En dan gaan we verder met verkennen. Hier wat desert. Hier zit verder niks. Wel een ideale plek hier. Goed verdedigd. Dus al die bergen. En het volgende dorpje. Kijk, als we hier ergens een stad neerleggen, dat we ideaal zitten. Want die is hier lastig te bereiken. Hier zit ook een berg. Dus dit is een mooie strategische plek. Ook wat katoen. En de Japanners die hebben ons zo te zien gevonden hierboven. Ja, oké. 75 cash. Dan de goede is die granary wel praktisch. Daar zit, oh, dan gaan we toch maar even healen voordat het straks misgaat en we niks meer hebben. En nog een keer, dat wij ik niet voorbij laten lopen, want dan kan die onze stad weer lastig kunnen vallen. Minor defeat. Nou ja, dat zei dan zo. Next turn. Oeh, dat gaat heel hard. Het zou hem wel eens een kop kunnen kosten dat. Poeh, valt mee. Nieuwe heal. En dan.
nog maar een keertje. Misschien valt hij nog een keer aan. Het zou heel dom zijn, maar je weet het maar nooit. Nee, doet hij niet. Mee adapt. Ik pak dan denk ik even de honor. En dan verdienen we het gelijk terug door hem uit te schakelen. Althans een beetje. Dat is mooi. Oké, top. 8 gelijk binnen. Nog een paar kills en we hebben gelijk weer de 50 erbij. Granary gaat zo te zien goed. Oh, de Japanners zijn nu ook al hier. Ze hebben lekker doorgelopen. Ik denk dat we snel even moeten verkennen. De eerste volken hebben al een pantheon gebouwd. Hebben dus al wat faith. Daar is writing. Mooi. Daar zit een dorpje. Ik denk dat we hier even die granary stopzetten. En overstappen op de Great Library. En die krijgt uiteraard ook prioriteit. Production. 40 of 56. Ja, een klein beetje voedsel erbij zou niet heel verkeerd zijn. Hoe lang had die granary nog nodig? 9 beurten. Die dan even op zo zetten. En dan de Great Library, dan zijn we toch sneller. Yes, oké. Choose research. Dat wordt dan, even kijken, wat kunnen we hier pakken? Toch deze. Hopen dat Japan hier niet een of andere snellere route vindt. Oh, rebels. Barbarians moet ik eigenlijk zeggen. En een beetje exploration. Niet de meest zinvolle op dit moment, want dit hadden we eigenlijk al gedaan. Heal. En dan hier dat kampje proberen uit te roeien. Voor de honor points. Dat is hem. Even aanschuiven. Oh, dit is een mooie plek hier voor een stad. Hele mooie plek zelfs. Dus misschien wel een idee om die barbarian een beetje te laten leven. Zodat hij zorgt dat niemand anders die plek inneemt. Zolang wij hiermee bezig zijn. Default. Is het 56? Dat duurt veel te lang. Nee, dan maar zo. Next turn. Kunnen we misschien een worker kopen? Nee, nog niet. Wel een scout. Dat ga ik denk ik wel even doen. Hij is toch nog een klein beetje wounded. Purchase. Scouts. Check. En next turn. Neem die scout een beetje deze kant op. En hier toch maar even de aanval inzetten. Even kijken. Een culture. Nee, pakken we eerst die. Goed. New orders. Uiteraard hier naartoe. Oeh, nou wordt het druk. Even healen weer. Op naar de volgende. Zo. Oh, dit is weer een mooie plek. Eerst de vijand die ons lastig valt. Dat is apart, want die heeft dan waarschijnlijk... Japanners hier vandaan kwamen, moeten die Japanners daar het kampje hebben gezien. De Zweden! Ja, het voordeel is dat hier nog niks te slopen valt voor ze, dus ze kunnen daar ook weinig kwijtraken in die zin. Nog een kampje, mooi zo. People that like to smile the most zitten we waarschijnlijk onderin. Want wij beginnen natuurlijk niet met allemaal luxe goederen. Daar waar de tegenstander die bonus wel heeft. Ah, 30 faith. Perfect. Heeft ons zo meteen de mogelijkheid om een eerste partion te bouwen. Even kijken. We hebben hier katten. Hier ook. Dus misschien dat we die wel moeten pakken. Even kijken. Shrines. Tundra. Desert zit er niet zoveel. Ja, we zouden hier een stadje kunnen bouwen, maar verder halen we daar weinig uit. Extra growth, extra productie. Ook niet verkeerd. Helemaal niet verkeerd zelfs. Production van fishing, we hebben nog geen kust. Bonus met wijn en wierook, nee. Oral tradition zou kunnen. Krijgen we culture van plantages. Die hebben we hier wel eentje. Maar
Levert die andere denk ik toch meer op. Ik denk gewoon extra hamertje voor alle steden. Dat dat uiteindelijk het meeste op zal leveren. Of natuurlijk weer The Messenger of the Gods. Science met City Connection. Dit is wel een plus 2 natuurlijk. Plus 1 van Jungle Tiles. Dit is allemaal Forest. Plus 2 van Quarries. Dat kan nog wel iets opleveren. Hier 2 keer. Hier zit trouwens nog een cotton, zie ik. Hier zit ook een Quarry. Het levert misschien nog wel wat op. Gems and Pearls. Extra food. Plus happiness from rivers. Ook niet verkeerd. Misschien moeten we die maar gewoon pakken. Ja. Yes, oké. Okay. Happiness wordt op het einde wel heel belangrijk. Als we gewoon al die steden dus aan rivieren bouwen. Dat kan hieronder ook, zie ik. Als we hem hier bouwen, dan komt dit uiteindelijk wel binnen range. Yes. Goed. Oh, nou. Hier zit er ook alweer een. Perfect. Deze is geheeld. Ik zet nou gelijk de aanval in. Nog een keertje. Ja, dat moet lukken. Zo. Dat hier misschien wel een betere plek is. Take suiker, wijn. Dit is een hele mooie plek. Ook weer aan een rivier natuurlijk. Calendar is binnen. Mooi. Dit wordt wel heel druk. Heal, voor zover dat nog zin heeft. Dat wordt wel heel krapjes, denk ik. Kunnen we niet weglopen? Nee, niet echt. Nee, oké. Okay. Kan dat we hem kwijtraken dan? Maar goed, dat zien we dan zo meteen wel. Choose research. Ik denk dat we dan nu wel voor... Oh ja, die ivory. Deze. Daar gaat hij, ben ik bang. Nog niet. Ja, ze halen ook aan. Dat gaat hem zeker zijn hoofd kosten. Yes, daar gaat hij. Helaas, jammer. Zij kunnen waarschijnlijk die ander dan wel weer even inmaken. Next turn. Staan in ieder geval boven op een hill. Dus als ze aanvallen, dan kunnen ze er behoorlijk wat uitschakelen. Wie er ook aanvalt, gaat waarschijnlijk zelfs dood. Dus dat is prima. Juist. Heal. Ze blijven zich uitleven. Kunnen we daar gelijk 3 kills maken. Dat is mooi. Dat is 1. Dat we eerst het kampje uit kunnen schakelen. Maar goed. Next turn. Wow, 18, dat is veel. Voor de heal optie. Deze dan ook eruit. Dat is nummer 2. En dan wordt dit wat mij betreft nummer 3. Dat is de timer. Dat betekent dat we deze aflevering gaan afronden. Even 1 heal. Nog een volgende stap, wat mij betreft. Liberty. Langzaam naar die settlers gaan. Goed. De eerste stad, Jakarta, is gebouwd. Nog 17 beurten voor onze eerste ronde. Laten we hopen dat we het halen. De eerste verkenningen zijn gedaan. We zijn dus weer begonnen in Civilization 5. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.